Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag. Shit, wat was het nu? 13. Net gaan workouten met Dylan en daarna ben ik onder de zonnebank geweest. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, je ziet mijn buik niet. Maar ik ga terug proberen om één keer in de week onder de zonnebank te gaan, zodat ik een beetje wat kleur heb. En oei, allemaal poeder uit mijn shake. En ik weet het, zonnebank is niet het gezondste wat er is. En je kunt er kanker van krijgen en al die dingen. Maar het is mijn persoonlijke keuze. Als jij niet onder de zonnebank wilt gaan, dan is dat natuurlijk allemaal prima. Maar ik doe het heel soms wel. Ik heb vandaag armen getraind met Dylan. Eigenlijk upper body gewoon. Het was heavy. Maar ça va. Morgen ga ik het wel weer voelen, denk ik. Ik heb al de hele week zoveel spierpijn overal. Maar ja, dat is een goed teken. Dat we goed bezig zijn. Ik ga met jullie de adventkalenders openmaken. Want zelfs gaan wij naar een event van La Posta. En we blijven daar ook slapen. Dus dan kan ik die niet meer openmaken. Dus ik ga die nu openmaken. Ik ga ze snel gewoon allemaal openmaken. En dan ga ik jullie laten zien wat erin zat. Oké, ze zijn open. In de IKEA zit chocolaatje. In Bruno Vasari zit best iets groot. Serum Vitae. Apply after cleansing. Dus, oh my, dat is kei mooi. Maar het staat ook op Happy Christmas en Happy New Year. Super cute. En dan bij Kiehl's zit er weer een staaltje in. Een staaltje van de Midnight Recovery Concentrate. Dus het ziet er zo uit als ook een serum voor 's nachts op te doen. Oké, dat was alles. Sheldon. Dat was alles in de adventkalenders. Hey Sheldon. Ik ga me klaarmaken nu voor het event. En dan zie ik jullie waarschijnlijk straks daar, of als we onderweg zijn naar daar. Oké, wij zijn aangekomen bij het event van La Posta. En we zitten al aan tafel. Eerst hadden we hapjes en zo, zo kleine hapjes. En wijn. En wijn. Ja. Sorry, Dylan. Ja, ik moet zeggen, wijnen proeven. Dat is maar niet zo lekker. Ik drink echt graag wijn. En sinds de baby is gekomen heb ik terug wat gedronken. Want ja, het kon niet anders. Dan moest het Noah zijn gezondheid. Dus nu drink ik het. Ons hoofdgerecht is er een pasta met spek en ik weet eigenlijk niet hoe goed wat erin zit, maar het ziet er wel super lekker uit. Dankjewel. Smakelijk. Smakelijk.
Hey. Hey. We zijn in onze kamer, hè. Dat is echt zalig, hè. Maar het is mooi. Nee? Ik had wel de foto's gekeken van voordat we naar hier kwamen, maar... Dat doet geen justice. Nee, dat het echt de is foto's zo, zijn echt nog niet zo als hoe het in het echt is. In het echt is nog beter. Ja, dat is wel echt chic. We hadden gedacht, oké. Allee, we hadden gehoord dat we hier mochten blijven slapen. Ja. Na het eten. Dus dat checken we. Wat? Vooral checken we de website. Altijd. Ja, dus hadden we even de website gecheckt. Als het wel te betrouwen was, want ja, je weet dat nooit. Hè. Hallo. Dit wel. En nu dat we hier zijn, denken we echt, oh my god. Ja, ja. En dat bed, daar wil je maar dat is hoog, hè. Kijk. Opspringen. Hoe hoog? Ja, kijk die kamer hoe hoog dat is. Dat, ja, ja. Dat zag je zo niet op de foto. Ah, ik dacht het bed. Ja, het bed ook, ja. Weet je wat ook leek op de foto? Maar het leek alsof het zo het bed was en dan zo een klein schilderij van die engelen, maar dat gaat ja, zo. Ja, maar een klein schilderij, hè. Kijk, hè. 3, 2, 1. Bam. Dat is echt gigant, man. Dat is groot. Dat is echt heel groot. Ja, dat leek echt niet. Nee. En ik ga nu een test doen. Wacht, oh, dat zit al heel goed. Oh, en er is een beetje te snel. Ik kan niks zeggen, maar er is een... Je drinkt geen koffie meer, nee. Maar er is een Lavazza, mijn machine. Godvermiljarde, ik mag niet vloeken. En Sam drinkt geen koffie meer. Maar als ik koffie wil drinken, dan is het wel Lavazza. Maar Lavazza is zijn favoriet. Of nee. Nee, Lavat staat toch wel op 1, Illy op 2. Ik heb wel ooit een Illy-machine gehad. Dat weet ik, maar toch staat Lavat op 1. Oké, okay, ik ga springen op het bed, hè. Wacht. Ben je klaar? Oké, okay, wacht. Met een goede engel pakken. Oké, 3, 2, 1. Oei, ik ben zag helemaal weg. Nee, ik zag je poep niet. Oké. Oh, amai, zalig. Oh, ja, dat ziet er echt goed uit. Oh, dat is echt zalig. Ik ga er ook bij springen, zo. Oh, amai. Mooie engel, Sam. Ja, ik sta er ook heel mooi op. Ik ga nog even onze koffer halen, die zit nog in de auto en dan gaan we slapen. Wat? Want het is al... Wat? We gaan even onze koffer halen. Ik zeg, ik ga onze koffer halen. Het is al voorbij, 12:30. Het is 12:30 al voorbij, ja. Dan gaan we slaapjes doen. Hè. Het was wel heel fijn. Het eten was echt super lekker. Mooi. En Daniela en Mitchell zijn echt super fijne mensen. Goeie hosts. Ze zijn echt zo lief. Ik heb een hik, een beetje. Dat is omdat je te veel hebt gedronken. Water. Ik krijg er ook niet van. Water. We hebben de hele avond wijn gedronken. Sorry, Dylan. Ik voel me altijd schuldig. Dan word je niet schuldig voor. Dan denk ik echt in mijn eigen... Oh nee, ook ga hem Dylan. Oh, stommerik van die mopjes. Wat stommerik. Zeg, ik maak grappige mopjes. Ja, ja. Vertel me mopjes voor de camera. Nee, dat kan ik niet vertellen. Oké, okay. We liggen in bed. Ja, liggen we in bed? Dat was nog niet duidelijk, denk ik. Oh. We gaan slapen. Het was een leuke avond, hè. Het was een heel leuke avond. Ik denk dat het ondertussen, hoe laat zou het zijn? 1:30? 1:30 of zo, ja. En Sam heeft gezegd dat wij om 9:00 gaan ontbijten. Yep. Ik kan dat, jij kunt het. Ik zeg echt zo... Ja, 10:00. En Sam zo, 9:00 is goed. Ja, zeg, ik moet nog weg, hè, morgen voormiddag. Ja, ik ook, maar en dan? Ja. Ik kan ook slapen tot 9:30, snel gaan ontbijten en dan door. Nee, ik wil mijn gemakske ontbijten en ervan genieten. Dat is veel okay, leuker. Baas, oké. Okay. En gewoon morgen gewoon op tijd slapen. Of een namiddag dat je doet of zo. Oh ja. Namiddag, want we moeten morgenavond naar de gym. We gaan morgen met Christophe. Ja. Met Krikkie. Krikkie. Met Krikkie en Louie. Ja, ja. Louie ook. Laurens en Christophe. Met de boys trainen. En ik en Sam gaan trainen. Sam ja. En ik gaan trainen. Ik als enige meisje, dat ben heel benieuwd. Cool. Als ik mag meedoen met jullie. Zeker. Ja? Zeker. Maar jullie gaan borst.
borsten. Borsttrainen. En borsten, kijk, en borsten trainen. Ik wil geen borst trainen. Maar we zullen zien morgen. Ja. Ik ga sowieso mee. Maar dan zien jullie morgen in de vlog. Hebben we trouwens al gezegd waar we zijn? Ah, oei. We hebben nog niet gezegd waar. Ja, op de lancering van het La Posta magazine, maar waar ja, we slapen. We zijn in Tableau. Die hebben meegedaan aan mijn pop-up restaurant. Ja, dat klopt. Ik was toch een beetje starstruck. Ja? Ja, nee. Toen zijn ze ja, op tv geweest. Ik heb hem echt geweest, nooit gekeken, dus ik ken hem. En dat was echt zo even van... Wauw, dat zijn die. Uh-huh. Van Tableau. Van mijn pop-up restaurant. Ja, en het is gelegen in Heers. Ja. Vlakbij Sint-Truiden, denk ik dat het is, hè? Ja. Haspengouw zo, hè? De streek van Haspengouw. Ja, heel mooie streek. Heel wel. Mooie streek, ja. Uh-huh. Een heel oud kasteelgebouw, precies zo. Uh-huh. Het is echt super mooi opgemaakt. Dat heb je wel gezien ondertussen, denk ik. Ja, wel. Het is echt mooi. Het is een bed and breakfast. Maar ook een gastronomisch restaurant. En een bistro. Bistro, ja. Niet waar je gewone gerechtjes bistro. Kunt eten. Dus je kunt de camera wel omhoog uitgaan. Mijn arm doet pijn. Ik heb vandaag armen getraind. Dat is wel mooi. Oh ja, dank je. Ze hebben dus echt wel een bistro waar je ja. zo gewonere gerechtjes... Allee, ja, gewoon. Dat was nog... We hebben vandaag een pasta met... Speciale pasta zou je pasta eten. Met rozijnen en prosciutto of zoiets gegeten. Mm, heel lekker. Maar het was alleszins heel lekker. Geen gewone gerechten zo. Mm. En als dan... je een beetje high level wilt eten, hebben ze ook een echt restaurant. Ja. Met zo ja, wat meer gastronomisch is. Wat echt ook wel heel goed lijkt. Ik denk ja. dat we hier nog wel eens terugkomen daarvoor. Het is wel een mooie terugkomen, zoiets ook wel eens terug. Ja, en aan de B&B zijn we nu aan het uittesten. En morgen vroeg zelf het breakfast gedeelte. Ja. Checken, hè. Maar dan laten jullie weten. Morgen sowieso aan de vlag. Ja. Ik ben super blij dat we hier blijven slapen. Ja, het is wel gemakkelijk. Het is een dik half uur rijden van thuis. Maar dat is niet ver, hè? Ja, maar ja, als maar je zo s'nachts... We hebben er toch voor gekozen om te blijven slapen. Ja, we hebben gegeten, gedronken en dan kunnen we hier nog wat blijven hangen, blijven babbelen. En dan kunnen we gewoon hier in bed kruipen. Dat is kei gemakkelijk. Het is wel echt super mooi. Ja. En zo'n hoge plafonds. Oké, als je benieuwd bent hoe ons ontbijt er gaat uitzien morgen vroeg, kijk dan zeker de vlog van morgen. Hopelijk vonden jullie deze vlog al leuk hier op de La Posta magazine lancering in Tableau. Klik zeker op die thumbs up. Thumbs up. Laat ons even een reactie na. En wij zien jullie heel graag terug. Morgen.